Peter de Lors, SCW pakte 3 punten, doet voluit mee voor die eindronde. Ja, eigenlijk waren ze ons misschien na 2 matchen eigenlijk al volledig afschreven. Doen we nu eigenlijk terug volledig mee. Dus je ziet eigenlijk hoe rap het kan gaan in het voetbal. SCW komt voor, dan wordt nog heel spannend. Het aantal rode kaarten, 2-1, bibberen tot op het einde. Hoe heb jij dat beleefd van op de bank? Ja, het is natuurlijk wel heel anders op de bank het beleven dan op het veld zelf. Maar... Het is nog altijd niet veranderd aan zo bijna. Nee, het is natuurlijk heel anders het op het veld beleven dan op de bank. Dus ik heb het gevoel dat we veel zenuwachtiger zijn. Maar ja, dat is normaal, denk ik wel. Hè. Zondag Eupen, cruciale wedstrijd, alles of niks? Ja, ja, ik denk dat nummer 1 is tegen 2. Dus ik denk we moeten gewoon verder doen gelijk we bezig zijn. Op dezelfde manier proberen te blijven voetballen. We creëren elke week kansen. Het staat voor het moment defensief staat er een hecht geheel, denk ik. Dus ik denk dat we voluit op dezelfde manier naar Eupen moeten. Voordeel is, zij moeten ook winnen. Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat Eupen altijd een ploeg is geweest die ook speelt voor te winnen. We zijn nu op verplaatsingen, we zijn nu thuis, dat maakt niet uit. Dus, de manier waarop wij de wedstrijd zullen aanpakken, dat zal Jannik wel de komende dagen duidelijk maken. Hoe verklaar je die omwisseling, die omwenteling? 2 wedstrijden verloren, 2 wedstrijden winnen. Heel andere ploeg, heel viriel, vitaal spel. Ja, en toch denk ik dat we eigenlijk de eerste 2 wedstrijden ook gemakkelijk punten aan kunnen halen. Ik denk als we tegen Eupen komen 2 keer voor, geven we eigenlijk het een beetje op een domme manier weg. Tegen Mischoen pakken we ook in het doelpunt in de allerlaatste minuut. Dus ik denk eigenlijk dat er nog meer had in gezeten. Dus, maar oké, in het voetbal heb je geen zekerheden. En oké, nu hebben we 6-6 gepakt. Daar zijn we heel blij mee. Maar we weten, er zijn nog 2 matchen te gaan. En we zijn er nog niet. Oké, dankjewel.